God is good. He is awesome. Hij is geweldig. I just want to quickly just honor your pastor. Onze pastors even eren. Awesome man geweldige, of God. Geweldige mensen. I fell in love with him a couple of days ago. Ik ben echt verliefd op hem geworden. And take him back to the States. Als ik hem mee zou nemen naar Amerika. He'll be flying out with me on Monday. Dan zouden ze maandag met me meevliegen. But I don't think... I think Matilda's going for that one. Ik denk dat Matilda dat niet leuk. So I will leave him here and we can Skype and FaceTime and all that type of stuff. Dan kunnen we Skype. But you guys have an amazing pastor. Een geweldige pastor. Full of vision. Vol visie. And I don't think you've seen nothing yet. We hebben nog niets gezien. I think he has more in him to give. More to give to this region. Hij heeft nog meer te geven aan deze regio, this nation. Aan deze natie. And he needed people like you to help him bring this thing nodig to pass. Om dit te brengen. And so I'm excited about what God's going to do in this service on today. Vol verwachting. But I want to do something I didn't do in the first service. I kind of want to kind of give a... Ik wil iets doen als net zoals a little bit dienst. More backdrop on what's going on in my life in Savannah, Georgia. I'm going to share one quick story and jump right into the word. I'm 41 years old. Ik ben 41 jaar. And I'm about to be a grandfather. Ik word bijna opa. That's what I said. Ja, dat is wat hij zegt. That's opa. Exactly what I did. So my son got married. He's 21 now. He'll be 22 in December. He got married about a year and 5 months ago. Ongeveer een jaar, vijf maanden. And the instructions was when he got married. And the instructions was, do not make me a grandfather. Maak me geen opa. Until I'm at least 45 years old. Totdat ik minstens 45 jaar oud. Look too young to be called papa and grandpa. Want ik stuur te jong uit om opa genoemd te worden. Say about 6 months into that thing. Dus 6 maanden ongeveer. They sent me a picture. Stuur ze me een foto. Of a baby tester or the little test that women use to kind of figure out. Zo'n zwangerschapstest, een foto. If they're pregnant or not. And I said, what is this? Hij zegt, wat is dit nou weer? He said, meet your grandchild. Ja, is that all? Ontmoet je kleinkind. So I'm about to be a grandfather in August. In Augustus. It still don't make sense. Oh, wow, cool. I have a daughter who's 20 years old. Ik heb een dochter van 20. And she's in college. En zij zit op universiteit. In Miami, Florida, which is of course in the States. But so she's in her Amerika. Third year of college. In het derde jaar van And I got a 13-year-old at the house. En ik heb ook nog een 13-jarige. And she just runs the house. En zij beheert het hele huis. And I have a beautiful wife. Ik heb een hele mooie vrouw. Back there as well. So I'm a blessed man. I'm a very, very blessed man. A lovely wife, lovely kids. And mooie kinderen, life mooie is good. Vrouw. And I'm honored to be here to serve you guys. En ik ben blij dat today, and I believe God truly has a word for this house, for this time, and for this season. I ministered at the ARC conference, See My City Transformed. Dus ik ben bij de ARC conference. And you can run me over, okay? So don't stop, just ride, okay? See my city transform. Dus ik wil onze stad zien veranderen. And my thought was, see your city en mijn saved, gedachte was, see your city elevated, zie je stad gered, see your city zie het verhogen, example. En zie het als een voorbeeld. And I believe, en ik geloof, and I know more now after being here and spending time with your pastor, dat ik nu zeker dat ik hier geweest ben, this particular region, this particular city is supposed to be an example, dat deze stad een voorbeeld to other cities voor and andere other steden province, in Nederland, so voor andere they delen, have to look to America, zodat jullie niet naar Amerika hoeven look te kijken, look to Hillsong. Who we all love. Waar we wel van houden. God's doing something great maar in this hier house. Naar kunnen kijken, naar dit and huis. So I want to tell the young people, the older people, to, oudere mensen, as T.D. Jakes says in the States, get ready, get ready, get ready, get ready. Maak je gereed, maak je you gereed. Need to get ready for what God wants to do in this God house here. Do you believe that? Ja, geloven jullie dat? Amen. So I just want to share one verse of scripture as we jump right into the word. Een woord, and Joshua 3:5 says this, sanctify yourself, heilig jezelf, because tomorrow, morgen, about this time, ongeveer dan deze tijd, the Lord will work wonders zal de Heere wonderen verrichten among you. Onder ons. Sanctify yourself, heilig jezelf, because tomorrow, want morgen, about this time, ongeveer deze somebody tijd, say about this time. Zeg ongeveer deze tijd. Come up there, about this time. Ongeveer deze tijd. Amen. So about tomorrow, about this time, morgen, the Lord is going to work wonders among you. That's a story in the book of Luke about a woman with an issue of blood. Over de vrouw die bloed verliest. And we would never see wonders of God manifested in our services, in our homes, in our marriages, in our health, in our finances. If we don't push past the stuff that prevents us from experiencing the manifestation of God's power. So the woman with the issue of blood, she said to herself, zij zei tegen zichzelf, she said, if I can but touch the hem of his garments, I can be made whole. Aanraken, zal ik genezen. She knew where she was going, there was going to be a major problem.
crowd, she knew the probability of her having a conversation with Jesus was very slim. But she said to herself, if I can just touch the hem of his garment, I can be made whole. I don't need a conversation with him. I don't need to talk to him. If I can just get close enough to him to touch his garment, I believe I can be made whole. And so she made up in her mind before even getting to the event, even before getting to the service, if I can just encounter his presence, I can be made whole. And the scripture says she pushed through and touched Jesus to the point that Jesus asked the question, who touched me? And the disciples said, Lord, there's many that is touching you, and you are asking us who touched you. He said, yes, you're right. Everyone is touching me, but someone touched me different. There's many that has their hand on me, but not many has their hand on me the way she's touching me. And many of you came into the house today. You came to the service today. And some of you are going to touch him in a different way than other people are touching him. And you have to be willing to push past the crowd. You moet door de mensen heen gaan. To release his power om Jezus' kracht into your life. Los te maken. He said, who touched me? And the scripture says, I know that someone touched me. En de Bijbel zegt, Jezus wist because virtue went out of his body. Omdat kracht uit zijn lichaam some of you are going to call it the virtue of God to release heaven iemand into your life because you're pushing God, past the crowd. You're pushing past the noise. Je moet er doorheen you're pushing gaan. Past the cloud of darkness that's come into this region gaan. Here and we're going to push Jezus into the presence of God. If you believe that, give God a shout of praise. And so we're going to experience, dus we gaan ervaren, as the theme today is, als God het thema of wonders, is, if we're going to experience the wonders of God, de wonderen van God. Thank you. If we're going to experience the wonders of God, we got to push gaan we ervaren. Past dus we moeten er doorheen, door de groep van mensen. Sanctify yourself. We moeten ons heiligen. Get ready. Word er klaar. Prepare yourself. Bereid jezelf because voor. Tomorrow, want morgen, about this ongeveer time, deze tijd, I'm about to do something great among you. Who needs something great to happen in their marriage? Wie wil dat er iets moois gaat gebeuren in who needs something great to happen in their finances? In hun financiën. Who needs something great to happen in their health? In their gezondheid. Community? He says, get ready for it. Bereid je voor. If a woman who is expecting a child, als een vrouw she doesn't wait until the baby comes is, to prepare. Gaat ze niet wachten totdat het kind er komt. She gets ready now. Ze wordt al nu. Why? Gaat because ze zich klaar she's maken. Expecting waarom? A child omdat ze een to kind come. Gaat krijgen. Any women in here pregnant right is er iemand zwanger now, hier? Who's pregnant with a baby right die, now? Die op een baby aan het wachten is. I got one right here on the front row. Iemand hier voor. Right there. Daar okay. So she's not going to wait ze gaat niet wachten until the baby comes totdat de baby to get ready. Om she's klaar te getting maken. Ready right ze now. Gaat nu zich al watch klaar this maken. Here. She's shopping right ze now. Gaat nu al dingen kopen. She's decorating the room ze is al de right kamer now. Aan het versieren. Ze is nu al kleren aan het uitzoeken voor hem. Because she believes, want she zij gelooft dat morgen, ongeveer deze Lord tijd, 9 maanden later, manifest a wonder God een in mooi wonder laat zien life. In haar and leven. You, you have en ik to vertel hear je this today. Dat je dit vandaag going moet horen. To experience the wonders dat je dit of gaat God ervaren, de wonderen life, van God. You have to prepare. Je moet jezelf he voorbereiden. Told them to get ready today bereid jezelf voor for vandaag what I'm about to do tomorrow. Voor wat God morgen gaat sanctify doen. Yourself today heilig jezelf vandaag voor wat ik about to voor do tomorrow. Morgen gaat doen. And what I'm about to do, do tomorrow is going to, as we say in the States, it's going to dus blow your mind. Zoals wij hem in Amerika zeggen, gaat jullie hersenen opblazen. It's going to blow, it's gonna your, blow mind. Your mind. Hersenen opblazen. Shout, sanctify yourself. Schreeuw uit, heilig jezelf. No, just say sanctify. Heilig, heilig, heilig jezelf. Say it again. Say sanctify. Sanctify. Say it again. Sanctify. No, say it loud. Sanctify. Sanctify. No, say it loud. Sanctify. Sanctify. And scare me. Make me scared. Heilig jezelf. Maak me bang. He said, sanctify yourself. Heilig get jezelf. Ready. Elijah maak said, jezelf bereid. I hear the sound Elia zegt, ik hoor het volk of rain. Van de grootheid prepare van God, van de regen. For rain. Bereid jezelf and ervoor. The servant said, en de dienaar zegt, I don't see rain. Ik zie geen regen. Not only do I not see it, niet I don't alleen even zie ik hear het niet, rain. Ik hoor ook geen Elijah regen. Said, I hear the sound Elia zegt, of not ik hoor just drip drops. De regen. He said, I hear the sound of the abundance niet alleen van de, of the van de, van overflow druppels, of rain. Van de grootheid, and the servant de kracht could not van see it to the point that he said, kon het go niet zien, look again. Totdat Elia zegt, ga Elijah kijken. Told the servant to get Elia up zegt, and go look kijken. For the rain. Elia the servant zegt, kept coming back saying, I don't see it. De dienaar kwam terug en die zegt, ik zie helemaal niet, ik zie geen regen. And watch this here, just because
you don't see it, en misschien omdat jij het niet ziet, doesn't mean that it's not coming. Betekent niet dat het niet komt. Just because we don't believe she's niet geloven dat Jezus er is. Just because we don't believe she's pregnant doesn't mean that baby not coming in 9 months. Dat ze zwanger is, komt come on, somebody. That baby's gonna come in 9 months. Die baby gaat komen in 9 maanden, of het geloven of niet. The servant said, I don't De dienaar zegt, see it. Ik zie het niet. And it got to a point, en het kwam tot een punt. Says Elijah dat de Bijbel zegt, Elia and he put his head between his knees, met zijn hoofd tussen zijn knieën. And the servant came back again, en de dienaar about kwam six terug, times and said, I don't see it. En hij zegt, ik zie het niet. Finally, on the seventh time, en he came back and he said, I see dienaar, a cloud. Zegt, ik zag, of the size of a man's ik zag fist. Een wolks, in other words, vuist. I see the rain op een andere is manier, coming. Ik zie de regen. You have to prepare je moet yourself jezelf voorbereiden for what God is about to do tomorrow. In jouw leven gaat if we are morgen. Going to experience als we het gaan ervaren, the wonder of God in our homes, van God in, onze in our dreams, in onze dromen, in our churches, in onze kerken, and in our communities, in onze we are going to have to push through everybody. Dan moeten we alle mensen aan de kant duwen. Push through everything. Dan moeten we door alles aan de kant push through every thought elke gedachte that will aan de kant duwen. Die misschien in je gedachten komt om er tegen te gaan. En laten en bijkomen wat God bij jou wil laten zien. The scripture says in 2 Corinthians chapter 10 verse 4. In 2 Korinthe 4. For the weapons of our warfare voor de wapens van onze oorlog zijn niet but they're echte, mighty through God to the pulling down of strongholds. Maar dat zijn de wapens die van God komen. Casting down every thought, die alle strongholds kunnen kapot maken. That tries to exalt itself against what you know about God. Dat alles kapot maken but you tegen have to snatch God is. Down those strongholds maar je moet ze pakken through the word door het God van God heen. You got to push past every thought, alle mensen aan de kant duwen. Every alle emotion, elke emotie feelings, aan de kant duwen. Every shoulda, coulda, woulda. Okay, and do what God is trying to get you to do in, your in this season. Prepare in seizoen, yourself. Bereid jezelf voor. Number two. Number two. Not only do you have to prepare yourself, niet alleen moet je jezelf voorbereiden. You need to understand the season you're je in. Je moet ook het seizoen begrijpen. You need to understand the season that you're in. Je moet het seizoen begrijpen waar je in zit nu. Life. In jouw leven. The scripture says in 1 Chronicles 12:32. In 1 Kronieken. From Issachar. Van Issachar. Men who understood the times mensen and knew what Israel should do. Mensen die de tijden van Israël 200 kenden. Chiefs 200 hoofden. With all their relatives met al hun under familieleden their onder so hun you got to understand this. Je moet het begrijpen. David was about to get ready to go to battle. David was op het moment om naar de strijd aan te gaan. Groups of army of men en ready had heel to veel go sterke fight. Mannen in zijn leger. This was the only group dit waren de enige mensen was not going to die niet gingen vechten. Their responsibility was to discern, to get revelation, to get insight te geven, om te on what was God saying. Om wat God and tegen I believe zei. In this house there is a people, ik geloof dat in dit huis mensen zijn. A body of people in here een groepje met mensen that God wants to use you to die be God the prophetic wil voice om de profetische stem in the te zijn, house to be in able to discern what's going on so that you can bring in the region, wat what's going on in the, regio, in the community. In the gemeenschap. Come on. Some people are going to fight. Sommige mensen but gaan some vechten, of you are going to be so engrossed in prayer. Sommige mensen because zijn zo what God wants gebed, to do in this region is going to require your doen, prayer. Omdat het gebed nodig it's going is. To require that his people zijn mensen, that is called by his name die geroepen zijn door to zijn humble naam, themselves die zichzelf klaarmaken, seek his face zijn, and turn zijn gerechtigheid from zoeken. Their ways. En weggaan and then van hun eigen he promises wegen. To heal the land en hij gaat and to bless. How many of you know that our land worden? Needs to be healed here? Wie van de mensen that moet the people genezen here worden? Needs to be blessed. Hier and I believe worden. There's a remnant of you that's sitting here right dat now that God wants to open up your spiritual dat ear jullie, and allow you to see and hear en dat jullie and to kunnen speak zien. The mysteries en dat jullie kunnen spreken of God. Van de wonderen van God. Scripture that talks about over with the Samuel and Eli. Over Samuel en Eli. Eli was a priest. Eli was een priester. And you know the story of Hannah. She wanted a man Anna. Child and she couldn't have a child and ze she prayed to krijgen, God that, God that he kind, would give her a child and she said, Lord, krijgen. If you give me a child, Heer, geef me I'll kind. Dedicate this child back geeft, to you all the days of his kind life. And bij of zijn. Course we know God did just that. God die deed dat. Gave her Samuel and gaf she Samuel. Dedicated Samuel back to the temple. And Samuel was raised by Eli. Eli. The scripture says at one point de Bijbel zegt dat Samuel was asleep. Dat Samuel sliep. And he heard a voice that said, en hij hoorde de stem die zegt Samuel. Samuel jumped Samuel. Up. En Samuel werd wakker. And instead of responding to God, en in plaats van he op God ran reageren, to the room to his father Eli. Rende die naar zijn vader said, yes, Eli. Eli. Yes, father, you called ja, Eli, u zegt, u hebt me geroepen. The scripture says Eli says, son, I didn't call you. Maar go Eli lie zegt, back hey, down. Ik heb je helemaal niet geroepen. He ga terug naar je kamer. Down.
He heard the voice again. Weer liggen, en hij hoorde weer de stem. He jumped up. En hij werd wakker. Ran to Eli, rende said, yes, naar Eli. Sir, you call me. En hij zegt, Eli, je hebt me geroepen. Son, I didn't call you. En Eli zegt, nee, ik heb je niet geroepen. Ga terug naar je bed. And it came to Eli. En toen kwam het tot Eli. What was happening? That God was speaking to Samuel. Dat God aan het spreken was aan Samuel. And Samuel thought it was Eli speaking to him. En Samuel dacht dat het Eli was. Why? Waarom? Because Samuel was raised by Eli. All he knew was the voice of Eli. So Eli's voice to Samuel sounded like God. Eli's stem naar Samuel. So when Samuel came back the last time, he said, son, Eli said, son, when you hear that voice again, don't come back to me, but you say this. Say, speak, Lord. Zeg, spreek, Heer. Your servant hears you. Uw dienaar hoort u. Samuel went and laid back down. Samuel ging weer liggen in zijn bed. And lo and behold, the voice came again. En de stem van de Heer kwam. Samuel stood up. Samuel zat op. He said, speak, Lord. Spreek, Heer. Your servant hears you. Uw dienaar luistert. And from that moment, en vanaf dat moment, Samuel began to hear for God himself God and did not have to hear it through Eli. Het niet meer via Here's Eli my point. Maar hier is mijn punt. Samuel was submitted to the father Samuel of the house was that even though God was speaking to him, he submitted what he was hearing to Eli. Zodat hij alles and I'm God telling God you, God's going to give some of you revelation. He's going to give some of you insight that you're going to need to submit to your spiritual father, to your leader, aan de geestelijke and trust vader, aan de him that he will lead you back to God in the new revelation that he's bringing God you. Do you believe that on today? Yeah. There's some of you geloof young people that's in here today that God's going to raise you up to do some mighty acts, some mighty things in the earth. But before he uses you to do those mighty things, he wants to see how submitted you are to your Eli. Toegewijd jullie zijn aan jullie Are you Eli. Submitted to the father of the toegewijd house? Aan Can you trust the father of the house? Kan je de vader van het huis vertrouwen dat hij jou gaat leiden in de aanwezigheid van God? Prepare yourself. Bereid jezelf voor. Understand the season that you are in. Be able to hear the voice of the Lord. Even when you hear the voice of the Lord, be able to submit it unto the father kan je daar onderwijzen? Of this house. Do you know one thing that this generation is missing? Weet je wat deze generatie One thing that our generational young people dat deze jonge are missing. Generatie I can speak for the states. I don't know about over Amerika here. Spreken, misschien niet voor Nederland, maar we're losing honor. We verliezen eer. The young people in the states are losing honor. De jonge mensen in Amerika verliezen for eer. The older, voor de oudere mensen. Our elders and our parents. En we think we're all that. And a bag of chips with the dip. Ze denken dat ze allemaal oude mensen zijn come en bakje chips. It's and I'm like en the denken, young people has a lot of passion. Jonge and mensen I'm hebben heel veel passie. And I want to keep that passion going. En we willen die passie door laten But to gaan. Have passion without honor is dangerous. En maar met eer is het To be on fire for God without honor is vuur voor God te hebben met for those who have brought us this far is a very dangerous thing. And I want to say to our young people. En ik wil aan de jonge mensen zeggen. Leadership. Eer leiders. Honor those who are older than you. Eer de mensen die ouder dan jij zijn. You with God zal jou zegenen met dat. Amen. I don't care how anointed you are. Het maakt niet uit hoe gezegend je bent. De Bijbel is duidelijk. Eer je vader en je moeder. Zodat je dagen lang zullen zijn op deze aarde. We need honor. We need honor. We hebben eer nodig. And matter of fact, the more you honor, the more God bless you. En hoe meer je eert, the more God you honor, the more God will hoe anoint jou, you. This is eert, what happened hoe meer God jou with Samuel. Dit gebeurde ook bij Samuel. And we know the story. Samuel grew up to verhaal, be Samuel a great op, prophet for God. Een hele grote profeet te worden Understand voor God. The season that you Begrijp het are seizoen waar je in zit nu. Insight. Inzicht. The prophetic voice. De profetische a prophetic stem. Sound de profetische is what God wants to bring fluit. His house. Is dat God wil brengen in het huis. But he wanted to remain the house of honor. Maar hij wil dat het een huis van eer wordt. See my church. Bekijk de kerk. I see my city saved. Kijk naar de kerk. I see my city exalted. Kijk naar de stad en wordt die verhoogd. I see my city being an example. Ik zie dat de stad een voorbeeld is. Imagine with me for a second. Denk even hier aan. That the nation, dat de natie, that Europe, the Europa, dark cloud that we see over in America, zit, of boven Amerika that's, zit, that's coming to Europe, die naar Europa Europe toekomt. Used to be a place where Christianity was Europa on top, was eerst een plek waar and alleen now, christelijke mensen as we say, groot was. That Europe is no longer that place en where nu zeggen dat God Europa niet meer die plek is waar God was. Imagine your maar nation saved. Denk hieraan.
Imagine your city saved. Denk aan de stad gered. This city becoming an example to other cities. Voor andere steden. Letting the light of God shine. Dat het licht van God hier zal schijnen. God can do that through you. God kan het allemaal door ons heen doen. God can use you as an example. God kan jullie allemaal gebruiken als een voorbeeld voor andere steden en naties. Geloven we dat? There's greatness in this house. Er is grootheid in dit huis. In this church. Er is grootheid in deze kerk. There's great men and great women in this church. You don't have to look for others. You are the example. Je hoeft niet voor andere mensen te kijken. Jullie zijn hier al. Scripture talks about how de Bijbel zegt, you don't take a candle je gebruikt niet een kandelaar and put it under a bed. No, en die stop je niet onder een bed. Nee, je zet hem boven so ergens op. Light from the candle can bring schijnen light over alles heen. You are the light of the world. En jullie zijn het licht van de wereld. A city that can't be hid. Een stad die you niet are set up on the hill. Verborgen kan worden. Je staat op een heuvel. City Life Church is city supposed Life Church to be a church sitting is een kerk on a hill, die boven op een heuvel staat. Being an example. Pushing back the darkness and bringing in the light of God for en het licht van God hier laten komen. Mighty men of God. Machtige mensen mighty van God. Women of God. Machtige vrouwen you don't van God. See your purpose. You jullie don't zien misschien je see doel your destiny, nog niet. But I come je here today to help you make your maar baby wij zijn hier gekomen om jullie dit duidelijk te maken. Kick, to om make het your destiny duidelijk kick. Te maken om je doel I share with them on Friday night. We hebben op vrijdag gedeeld. How Elizabeth, hoe Elizabeth and Mary were en both Maria pregnant. Beide zwanger Mary was pregnant with baby Jesus and Maria was zwanger van Jezus was pregnant en Elisabeth with John. Was the van Johannes zwanger. Tells us that de Bijbel zegt, Mary got up at one point Maria stond op and she began to journey and go visit en ze ging naar her cousin Elizabeth. Haar nichtje Elia toe. Why? Because she had to get around somebody that understood what she was going iemand nodig through. Die wist waar het over ging, wat ze meemaakte. Ladies, you ever been pregnant before? Vrouwen die hier zwanger zijn geweest? Have you ever had a conversation with a lady who never was heb pregnant? Heb je ooit dan een gesprek gehad met iemand die nog niet zwanger was? You try to explain something to her. Je probeert iets uit te leggen. The pain she feeling and your appetite changing en de honger dat je jonger and it don't make sense to her. En dat zij niet weet waar you had to find another lady who was pregnant als je nou before. Ander iemand say, vindt die wel zwanger is geweest. Yes, oh ja, know, ik begrijp yes, precies what je bedoelt. About. Ja, ja, dat heb ik you ook meegemaakt. You had to find somebody who could relate. Je moet iemand hebben die met jou was Mary got up and she went to visit her cousin Elizabeth who was also pregnant with child was. And the scripture says that when Mary visited Elizabeth when Mary got into the presence of Elizabeth the babies in their wombs began to leap the babies in the womb began to jump up why? Because springen. Power identifies with power and kracht. Destiny identifies with bestemming destiny ging met bestemming. You gotta get around people that's gonna make your baby je moet, kick get around people that's gonna make your jouw destiny baby blij van kick and your purpose kick de jouw bestemming en jouw doel kunnen who can relate, who can celebrate with you, who can rejoice with you, who can leap with you, who can dance with you. You have to prepare yourself. You have to understand the season that you are in. Somebody shout, God, make a wonder. Schreeuw, God, breng mij een wonder. Come on, God, make a wonder. God, make a wonder. Come on, say it again. God, make a wonder. God, make a wonder. Amen. God's going to make a wonder in your life. So when we prepare ourselves, when we understand the seasons that we're in, dat we de seizoenen we got to also, waarin zijn. In order to see God's wondrous powers, we got to be willing to sacrifice. Gods wonderen kunnen zien, moeten we ons offeren. Energy, energie, our beliefs, onze geloven, the way we saw it, de manier the way we zien, used to do it, de manier waarop wij when God deden says, vroeger, behold, I'm doing a new thing, als God zegt, hey, ik ga iets groots shall you nieuws not doen. Know it. If you want to see the newness of God, als je het nieuwe van God if you want to see the power of God, de kracht van God moving zien, in your children, in jouw moving kinderen, in your home, you got to huis, see it the way he dan sees moet jij de manier zien hoe and God you het have ziet. To be willing to sacrifice je your agenda, offeren. The way that you want to je do it manier, at the feet of Jesus hoe je eigen Christ. Dingen wil doen you aan got Jesus. To lay it to je moet het neerleggen. There are small group leaders in here. Er zijn connect leaders hier. That you don't even know about yet. Die je misschien niet there weet. Are campus pastors in er zijn here. Campus pastors you don't die even nog know niet gezien yet. Hebben. Die, there die are je nog future weet. Church planners in here. Er zijn toekomstige you don't leiders, even know it yet. Leiders, why? Pastors. Because there's a vision in the man of God who sits in this house God, that he's pregnant zijn. With purpose. He's pregnant with destiny. Zwanger. That you met, may met not even know about fully yet. But God is raising you up. Leidt and you don't even realize zonder dat je misschien door hebt, Samuel, to totdat be a jullie toekomstige David, Samuel kunnen worden, toekomstige to David, impact your city, to impact zodat je your community. Dat je dingen but kan you have veranderen. To be willing to sacrifice maar je moet jezelf kunnen opgeven for the good voor de goede of someone else's vision for a season. Van iemand anders visie. Many of you got great ideas and great plans, but God said, "I need you to hold that a little bit longer because I got to work here still to do. Ik ga nog even I need you to help me build this house to strengthen it, to expand om het sterk te maken, om het groter te maken. As I expand this here, I'm getting you ready for what I'm about to do for you.
dan gaat het ook in jullie levens voorkomen. Maar je moet even jezelf, je eigen tijd opofferen. Je eigen grondstoffen. Je eigen energie opofferen. Er gebeurt nooit iets groots zonder dat er een offer is. Nothing of significance happens without a sacrifice. Iets groots komt nooit zonder een offer. You must be willing to sacrifice good todays. Je moet je goede dagen vandaag opofferen voor nog betere morgen. Say it again. You must be willing. Je moet willen to sacrifice om te offeren good todays. Goede vandaag for greater tomorrows. Voor nog beter morgen. Anybody iemand trying to lose weight? Die gewicht wil verliezen hier. Okay, see one lady waving at me like, yeah, party over here. Iemand is okay. Ik. And so if you're trying to lose weight, dus als je gewicht wil verliezen, and summer's coming, is it summer here yet? Eraan. Oh, okay, so summer's coming. Ja, zomer is hier. Is a beach here? Is, ja, is, okay, is and you want to be beach ready, right? En je wil strandklaar zijn. So you want to be beach ready. Dus je wil strandklaar zijn. 6 months ago you told yourself I'm going to get ready for the beach. Ik ga klaar maken. I'm going on a diet 6 months ago. Ik ga op een dieet 6 maanden geleden. And you were supposed to sacrifice your lunch break instead of eating chicken and turkey en pork. You were supposed to just eat some lettuce and some tomatoes and some fruit juice. En wat fruit. But you were not willing to sacrifice today. Maar je wou dat niet opofferen vandaag. For some better tomorrow. Voor een betere. So when you go to the beach, dus als jij naar het strand you're not gaat, going to have the beach body. Dan heb je niet het strandlichaam. You're going to have your winter body. Dan heb je nog steeds je winterlichaam. Because we were not willing to sacrifice want we wouden niet opofferen our today for our better tomorrow. Voor een betere morgen. Maybe it's debt for you. Maybe you're trying misschien to get out of debt. Schulden. And you're steady spending and you're spending en je blijft and you're maar spending. Je blijft maar but you want a new house next year. Maar je you want to do this next year. Of iets anders moois but you're not willing to sacrifice maar je wilt niet today opgeven for greater tomorrow. You have to be willing to pay the price today for that great future that you see. One scripture says over in John, in Johannes, John 12:24, surely, surely I say unto you, zeker, except zeker. The corn of wheat falls into the ground and dies, in de aarde valt, it abides alone. Blijft het de graankorrel. But if it dies, it brings forth much more fruit. Draagt hij veel vrucht. Anybody ever planted seeds before? Iemand die ooit een zaadje geplant heeft in de grond? Okay, now, you were not so overjoyed by the seeds. Je bent niet echt blij met het zaadje. Oh, these seeds are so beautiful. Deze zaadjes zijn wel I'm heel mooi. Leave them on the counter. Ik laat ze lekker hier liggen. They're so gorgeous. I just love ze my season. Ik I don't want to mooi. Give it to the ground. Ik ga ze I niet want aan to de grond keep my seeds. Ik hou de zaadjes bij me. If you keep your seeds, you'll never have your tree. Als je de zaadjes bij je houdt, if you keep your seeds, you'll never get the harvest you're trying hebt, to bring up. Heb je nooit het oogst die je wil maken? We love our seeds more than we love the outcome of what the seed dan de uitkomst van wat het zaad kan brengen. A seed would never realize its full potential een zaad zal nooit zijn volledige potentie zien zonder dat je plant. A seed would never realize een zaad zal nooit zijn volledige potentie zien totdat het geplant here, is. Not just planted in a comfortable en niet gewoon place. Maar plant in een comfortabele not just plek. Planted in the ministry where you want to be at. In de plek waar je wil zijn. It's not planted in. I just want to be a member. Het is niet geplant City Life Church, in, oh, ik wil gewoon alleen and just show up on Sunday mornings. I'm going to plant myself here and just show up in service and then go home. Komen hier in de dienst. No, you're not planted zo. Yet. Nee, zo ben je nog niet geplant. Planted means I'm going to come planted to church on Sunday morning. Dat je hier komt op I'm zondag. I'm going to join a connect group. Dat je een connect groep gaat. I'm going to volunteer. Dat je vrijwilligerswerk gaat doen. You got to get dirty. Je moet vies worden. The seed has to go in the ground je and get dirty. Zaad why? In de grond. Because je moet het vies what the dirt does is the dirt agitates the seed. Gaat om het zaad heen zitten en maakt het dood. And then it comes back to life en daarna and komt het leven the tree. In de vorm except van een boom. The grain of wheat falls into the ground and accepteer dies, dat het in de grond gaat alone. En het dood but gaat if it alleen. Dies, maar als it dood gaat, forth much brengt het more veel meer voort. Fruit. Are you getting me? Veel vrucht. It begrijp brings forth much more fruit. Somebody say die already. Die already. Zeg, je gaat dood. Die already. Ga dood. Your emotions need to die already. Al je emotie moet your flesh need to die je vlees already. Moet doodgaan. Married couples, you need to die to your flesh. Je moet doodgaan aan die je vlees. Die to having to be right. Niet om die gelijk te zijn. Die to have the last word. Je hoeft come niet on, altijd married people. Het juiste woord te hebben. Het laatste I learned woord. A long time ago that I'm. Ik heb lang my geleden wife geleerd is right. Dat mijn vrouw I want to go heeft. To bed. Ik wou naar bed. And I'm sitting here having a conversation about one thing. Ik had een gesprek over één that ding. That I could have ended this conversation 30 minutes ago. Dat het gesprek if over 30 I just said you're right. Als ik alleen had gezegd je hebt gelijk. We could have been asleep 30 minutes ago. Hadden we 30 minuten geleden al kunnen slapen.
But I had to be right. Maar ik moest gewoon gelijk hebben. Even though I know I was right. Ik wist dat ik gelijk had. It's like, honey, yes, yes, you're right about ja, that. Okay, ja, can gelijk, I go to sleep now? Gelijk. Yes, you mag can. Mag ik nu gaan slapen? Oké, dankjewel. But we have to be willing to sacrifice, die to ourselves. Onszelf opofferen. If we're going to see God move in our lives in ways God that we want to see him move. Onze levens zien bewegen. It's not about being right. It's about being righteous. Het is niet om gelijk te hebben, maar many het is om rechtvaardig te zijn. Be so right vaak that we're no longer righteous hebben, because in our quest zijn to be right, we're tearing people down. Want in onze we're tearing each other down. Weg naar gelijk zijn, brengen God we andere mensen naar beneden. Right. He wants us to be righteous. God wil niet dat we gelijk hebben, he wants maar dat we rechtvaardig zijn. We moeten humble ourselves under the mighty hand of God, so that he can exalt us in our due dat God ons season op deze manier kan ophouden. Prepare yourself. Bereid jezelf voor. Understand the season that begrijp you're het seizoen waar je nu in zit. Sacrifice. Offer jezelf and last but not least, en het laatste. You got to be hungry. Je moet honger blijven. You got to be hungry. Je moet honger hebben. You got to stay hungry if you're going to see God's wondrous powers in operation of God's your grote life. Krachten if we're going to see the miracle clouds of God hover over this region here, you got to be hungry for it. Je moet hem honger voor hebben. Anybody ever been hungry? Iemand ooit honger geweest? Matter of fact, some of you hungry right now, like I can't wait till he shut up so I can go over to the restaurant and get something to eat. Zodat we eten kunnen halen ergens. your stomach is growling. Je maag right gaat now. Tekeer. How many minutes does he have? Hoe lang moet het nog? How many minutes does he have hoe lang staat hij nog op dat podium? Matter of fact, some of you making reservations right now. Sommige mensen maken misschien nu een reservering voor het restaurant. To fulfill your appetites. Om jouw appetizen te when you stay hungry, one thing about being als hungry, honger blijft, at some point you have to feed it. Eén ding is dat je het op een gegeven moment moet voeden. At some point when you're hungry, moment, you're going to run towards hebt, the thing ga je naar that's going to resolve that hunger issue. Dat jouw honger gaat oplossen. When you go home today, most of us are going to go eat. Gaat, matter of fact, eten. When I leave here, me and the pastor, als wij gaan we're going to eat. Gaan we eten. And watch this here. I'm not even kijk hungry eens, right now. Ik heb niet eens honger. But I'm going to go eat. Maar ik ga wel eten. How many of us would do that when it comes to the things of God? Hoeveel mensen doen dat als het komt op het woord van God? We're quickly to feed our flesh. Als ons het vlees three meals a day. Drie maaltijden per dag. Some of us five times a day. Sommige mensen zelfs vijf keer per dag. Some of us you got snacks in between the main meals. Sommige mensen hebben nog snacks tussendoor. Because you're going to feed your appetite. Because you are hungry. Want je hebt honger. Scripture says they that Word hunger zegt, and thirst honger hebben, for righteousness shall be filled. We got to get worden. Hungry for we the things of God in this season. In if we're going to see his glory. If we're going to see his zien. Presence. If we're going to see our spouse is healed. If als we're going to see miracles happen in our houses. Can I get an amen huizen. For that? You got to be hungry for the things of God. Je moet hongerig zijn voor de one scripture God. Says as the deer. Psalm 42:1. Als het hert zegt, it says as the deer pants. Zoals een hinde smacht, for streams of water. Naar stromend water. So my soul pants zo smacht for mijn you. Ziel naar u. My God. Oh God. Get the picture of that. Kijk even naar het plaatje. Imagine a deer. Kijk even naar een hert. Running through the woods. Rennen door het looking bos. For a stream of water. Kijken naar een stroomwater. The deer is running through the woods looking deer for a body of water. Kijken why? Voor een plasje to met water. Quench waarom? Its thirst. Om zijn dorst te wissen. The psalmist said as a heart as the deer panteth after deer the water brook naar so panteth water. My soul zo smachtte mijn after thee O God. When God. You get hungry when you stay hungry wordt, you become blijft, like that deer. You become deer. Like that heart. You're running around looking rent, for the things of God. How can I serve God? How can I be better used for the kingdom? Who can I serve in my community? What can I resolve in my ministry? They that hunger and thirst as a deer, as a heart panted for the water brook, so panted my soul after thee, O Lord, oh God. You got to get hungry for the things of God voor de dingen in van God, this season in dit seizoen, if you're going to see his miracles als je zijn in operation zien of your life. In jouw one scripture leven. Says, and I'm done right here, in that text, Jesus was en route. Dat Jezus op een route and was. As he's walking in, and if the musician can come on up, als de muzikant daarvoor komt, as Jesus was on his journey als Jezus with his disciples, they were going to handle some kingdom business. Gingen ze naar ergens een koninkrijk and the scripture toe. Says that Jesus turned away from the guys and said, I Jezus must zei, needs ik ga eventjes go weg van de discipelen. Through Samaria. Ik moet even via that Samaria wasn't the plan. Gaan. That wasn't on the disciples' was niet het plan van de schedule. Discipelen.
But Jesus, because he discerned, maar Jezus, he knew the time and the season. Hij wist het seizoen. There was a woman at the well that he had to have an appointment was, with. Hij moest helpen, die, she didn't know that he was coming, die vrouw but wist he nog knew niet, that Jezus there was an appointment that he had, was a divine appointment. Vrouw, and he said, I must needs go through Samaria. Jezus zegt, ik moet daar doorheen door die stad. It was not on my schedule to be here this year. Om hier te zijn vandaag. I was not supposed to be according to my calendar. Ik hoefde hier niet. Ik was be hier niet van mijn kalender. Ik had hier niet moeten zijn. It wasn't on my schedule. It wasn't on my plans. Het stond niet op mijn agenda. Het stond niet in mijn plannen. Totdat ik gebeld werd twee maanden geleden. Asking was I available? Can hey, I kan ik hier zijn vandaag? To be here kan ik mezelf beschikbaar stellen voor een conferentie ARC? And I began to find out, could I make room to en ik begon te kijken in mijn agenda, kan ik hier zijn? And I realized there was en availability. Ik realiseerde, hey, ik heb plek. And the availability was there not for me. En de plek was hier niet voor mij. It was there because God, het was I must needs go omdat Jezus through dat je Amsterdam. Door I must heen needs moest gaan. Go through Netherlands. Dat I must door Nederland moest God gaan. Needed me to be here. Why? God because wou dat he knew hier that was. There was men, that there was women, God that though wist, you're going to the natural wells of life to draw water. Gaat, he said, Corey, ja, today they don't need natural water right now. Corey, I need you to give them something nodig. More than ze natural water. Something more that will make their flesh feel good. But I want to deal with their spirit, man. Some of them are broken right now. They're hurt right now. They're serving on post. They're leading small groups, but they're broken. But they're hurt. But they're in pain. They don't know what's going on with their children right now. And you have a mother that's wondering, will my child be saved? Will my child serve God? He said, you must needs go through this region. Je moet door deze regio heen gaan. I believe today. En ik geloof vandaag that God desires to set your hearts on dat God ernaar verlangt om je hart vrij te zetten. To cause a fire to be ignited om een in vuur your heart, in je hart te ontbranden. So that this church, so zodat that deze kerk vandaag, zodat jij als een individueel can become a kerk, city that een stad sits up on a hill, die bovenop that can een heuvel a light to the world en een licht tot de wereld wordt. If you're here today, als je hier vandaag bent and you believe there's more to you, en je gelooft dat er meer yes, in je I'm zit. Serving, but ja, ik more dien, to me. Maar er zit meer in. As a matter of fact, you may be serving in your right seat, en misschien zit je nu wel te but you're not serving with passion. Maar niet met passie. You lost your joy. Misschien ben je you blijdschap lost your excitement. Kwijt. You may be seeing the growth. Enthousiasme. And it doesn't seem as fun as it used to seem. Maar het is niet meer zo leuk als but you know you're in the right place. Maar je weet wel dat je op de juiste you know plek you're in the right house. Je weet dat je in het juiste you know huis you're bent. With the right people. Je weet dat je met de juiste but mensen you need bent. Something just to cause maar je hebt iets fire meer nodig. Dat je vuur ontbrandt. Om terug te komen. I want to pray. I want to pray for you right at your seat. Voor jullie in if you're here today and you're saying, hey Pastor Corey, als jij zegt vandaag, you must needs come through. You came here for me today. Pastor Corey, je bent hier voor mij gekomen. Right als jij dat bent, dan wil ik voor je bidden in je stoel. Als deze stoel in jouw hart iets in beweging right bracht, blijf dan and zitten waar je zit. Right en ik wil voor je bidden. I take my seat. Voordat ik mijn stoel ga nemen. Would you stand right now? Wil je even allemaal staan? If you need prayer, right at your seat. Purpose, destiny. Doel en bestemming is, on your life. Is in jouw leven. You don't want to be the same. You want the moreness of God. Je wil you don't want to be stale. Je wil niet stil blijven. But you want the rivers je wil de rivier of God to flow through you. Say, door jou heen laten vloeien. Shall flow rivers, streams. River, de rivieren gaan door je heen vloeien. And I need you guys to hear me. En ik wil dat jullie me horen. You are the example. Jullie zijn het voorbeeld. Not many days from now. Niet veel dagen van nu. Not many months from now. Niet veel maanden van nu. You're not going to be looking for other churches as example. Andere kerken voor you're going voorbeeld to be the kijken. Example. Jullie gaan het voorbeeld churches zijn. Are going to come to you kerken komen naar ons for toe. Advice. Voor advies. They're going to come to you ze for coaching. Naar ons toe. They're going to come to you. You're going to be je the example. Gaan ze helpen. Wij gaan het voorbeeld zijn. Some of you older members oudere mensen hier misschien who are saying things like you know what the young people got this. Ah, de jongere let mensen me let them just handle this laat here. Hun het maar doen. I'm gonna go step ga ik een stap naar achter. I'm gonna sit back. Ik ga no, zitten. No. Now's not the time. Niet. Nu is niet de tijd. We need the Joshuas. We hebben de Joshuas. We need the Moses. De Moses nodig. We need you to lock arms in this season. We hebben jullie kracht to nodig. To push forth what God om is about to do in this God, house. We need all hands on deck. We hebben alle handen nodig. Don't lose your hope. Verlies don't je lose your joy. Verlies je vreugde. Don't lose your passion for verlies this ministry. Verlies je passie voor het geloof. Because there are other campuses. Want er zijn andere there campussen. Are other locations. Er zijn andere locaties. That's going to be birthed out of this church. Die vanwege deze kerk geboren zullen worden. Ik zie het en ik geloof in het. In amazing ways. In wondervolle manieren. Eyes haven't seen. Ears have not heard. Oren hebben niet gehoord. Ogen neither hebben niet has it entered into the heart of man what God het is nog nooit in het hart van God has in store for this church. Wat God voor deze kerk get ready for the rain.
Maak je klaar voor de regen. Get ready for the rain. Maak je klaar voor de regen. Get ready for the rain. Maak je klaar voor de regen. Get ready for the overflow. Maak klaar voor de grootheid van God. Voor wat God in ons levens gaat doen. Breathe in for a moment. Just adem even in voor een moment. Just breathe in. Some of you need to relax. Sommigen moeten even tot rust komen. Enjoy the season you're in. Geniet van het seizoen waarin je so fast. Sommige mensen gaan zo you're snel. So fast. Je gaat veel te snel. That you can't even enjoy dat the moment of what God is doing van het moment dat God in jouw you're leven running, doet. You're running, je rent running. En je rent. And God says, enjoy the season zegt, that you're in right now. Geniet van het seizoen waar je nu some bent. You need to rest for a moment. Sommige mensen moeten even tot rust komen. Not stop, niet stoppen. But just rest maar gewoon even tot rust komen. For what he's about to do in the next voor wat God in het volgende seizoen in jouw leven gaat doen. I speak peace over you. Ik spreek vrede I speak over rest je. Over you. Ik spreek rust over je.